Hoi lieve volgers, welkom op mijn channel. Mijn naam is Chanel. Ik voelde mij geroepen om dit met jullie te delen, want ik denk dat ik voor een aantal of misschien wel een hele hoop best wel leuk nieuws heb. De mensen die meerdere channels volgen op YouTube, die zullen vast al wel gehoord hebben dat heel veel tarotreaders hadden voorspeld dat een hoop tweelingzielen zouden samenkomen in de zomer. Dus deze zomer van 2019. Nou werd ik een paar dagen geleden wakker en toen kreeg ik in één keer een nummer door. En dat is die van Alan Walker en Sabrina Carpenter en Faruko. I'm on my way. Dus ja, de boodschap daaruit is toch wel echt gewoon dat het er echt aan zit te komen en het is heel dichtbij. Ik heb nog wel even kaarten erbij gelegd. Er zijn nog wel een paar blokkades. En ook voor de vrouwelijke tweelingziel. Of misschien zit je in een soulmate-relatie, dat kan ook. Of ja, heb je een connectie, maar zit je nog niet in die relatie. Die hebben ook nog wel een blokkade. Daar had ik nog advies bij. Maar als eerst wil ik wel heel even kijken naar de songtekst van het liedje. Er staat in de tekst, ik ga het hieronder ook wel even onder het filmpje plaatsen. Don't wanna talk, I need a moment before I go. Dus voordat er actie ondernomen kan worden, heeft diegene nog tijd nodig, jouw tweelingziel. Hij is nu nog niet in staat om te communiceren of echt die diepgang in de connectie te geven die je misschien al lang had gehoopt, omdat er nog bepaalde angsten zijn en dingen die verwerkt moeten worden. Er staat ook: It's nothing personal, I draw the blinds. Dus, nou ja, de gordijnen zijn dicht of de luxe flex, zeg maar. They don't need to see me cry. Dus ik heb het idee dat hij nog met een bepaald, ja, verdriet zit. En trok ook deze kaart erbij: emotioneel verlies. Dus ja, misschien heeft hij nog bepaalde overtuigingen vanuit het verleden dat ja, relaties niet werken of dat vrouwen niet te vertrouwen zijn of wat dan ook. Of geen idee. Het kan van alles zijn. Dat is bij elke situatie anders natuurlijk. Er staat ook in de songtekst They don't understand. Dus ik heb het gevoel dat hij zich ook gewoon onbegrepen voelt en niet alleen misschien richting jou, of misschien ben jij juist de enige die hem wel begrijpt en heeft hij dat wel door, maar wil hij jou er niet mee lastigvallen? Even kijken. Ja, het was ook wel heel grappig, want ik heb echt gewoon ook heel sterk het gevoel: 2 juli is er een nieuwe maan in Kreeft en 16 juli volle maan in Steenbok. En ik heb sterk het gevoel dat er dus binnen nu en 3 weken wat gaat gebeuren bij een aantal of bij veel mensen. Dus mocht er iets gebeuren, laat dan vooral even een reactie achter. Want ik ben heel benieuwd of het uitkomt bij iemand van jullie die mij volgt. En ja, voor een aantal kan het misschien 2 juli al zijn. Maar ik heb zelf meer het gevoel dat het meer rond volle maan zal gebeuren. Dus dat is 16 juli. En heel, nou ja, niet toevallig natuurlijk, maar in het liedje, dat zullen jullie zien straks in de songtekst, staat iets over de maan. Dus ja, toen had ik echt het idee, er gaat iets gebeuren tijdens de maanstanden. En toen kreeg ik nog een aantal keer een teken, dus binnen 3 weken. Dus vandaar dat ik hem toch rond 16 juli verwacht dat er ja, communicatie is geweest en ja, dat diegene duidelijk zijn gevoelens heeft laten blijken, of dat jullie misschien al ja, 2 juli bewijs van of nu al een beetje contact hebben en dat het dan echt de relatie wat naar een hoger commitment gaat. Dus ik ben benieuwd. In elk geval, er komen nieuwe kansen. Alleen op dit moment zit hij nog vast in een bepaalde situatie. Het kan ook met werk te maken hebben, of misschien zit hij nog in een relatie. Misschien zit hij met financiën of een bepaalde verantwoording voor, nou ja, familieleden of wat dan ook. Misschien woont hij in het buitenland, of misschien
is hij veel aan het reizen voor werk en dat het allemaal nu gewoon niet echt goed uitkomt of wat dan ook. Dat ook is bij iedereen natuurlijk anders. En ja, de tweelingzieliefde, staven 4. Dus dat is echt een hele mooie kaart. Zodra de blokkades opgelost zijn. Ik heb het idee dat er nog een stukje innerlijk kindheling plaats moet vinden. En hij mag wel wat ja, speelser en luchtiger weer in het leven gaan staan en gewoon wat meer genieten. En ja, gewoon een beetje die daadkracht moet weer terugkomen. Maar ik heb het idee dat er eerst nog een torenmoment komt. Dus dat ja, er in één keer bepaalde dingen wegvallen in zijn leven. Werk, relatie, wat dan ook. Misschien zit hij nog in een karmische relatie. Het kan ook zijn dat hij plotseling een inzicht krijgt en dan in één keer stappen gaat zetten. Want hier had ik deze kaart ook bijgetrokken. Dus dan heb ik het idee dat hij toenadering zoekt. Want dan heeft hij weer de ja, passie en de kracht en het vuur in zichzelf weer teruggevonden. En dan laat hij ook zijn gevoelens blijken richting jou. Hij weet wat zijn bestemming is. Het kan ook met werk te maken hebben, maar ik denk ook sowieso richting jullie relatie, zeg maar. Maar zoals ik net al liet zien, is er nog een bepaald emotioneel verlies wat hij moet verwerken. En verder had ik deze kaart er nog bij getrokken. Succes. Dus ik heb het gevoel dat het nu eindelijk positief gaat veranderen. En deze. Ware liefde. Zielsverwant. En voor degene die zich intuïtief geroepen voelen, zou je zelf ook toenadering kunnen zoeken. Maar let erop dat je niet veel, ja, in die mannelijke rol gaat zitten, zeg maar. Want. Ja, deze kaart staat, geef uiting aan je liefde. Maar het kan natuurlijk ook op het moment dat jouw tweelingziel toenadering heeft gezocht, dat je dan zelf ook gewoon eerlijk bent over je gevoelens en niet defensief gaat reageren omdat je bijvoorbeeld nog boos bent dat het allemaal zo lang heeft geduurd of zo. Ja, het belangrijkste tijdens deze tweelingziel. Ja, reis zeg maar is denk ik wel vooral geduld en vertrouwen hebben. En het is niet voor niks dat het nu nog niet zo ver is. Dat zit eraan te komen voor veel, denk ik. Deze kaart had ik er ook nog bij getrokken. Mocht je nou een privé-reading willen op jouw situatie, als je contact met een tweelingziel of soulmate en het is op dit moment nog geen relatie. Dan kan ik voor jou kijken naar jouw blokkades. Je krijgt de link privé toegestuurd. Ik zet het op YouTube, maar dat is wel gewoon verborgen. Dus maak je geen zorgen als ik je naam noem in het filmpje. Ik heb op dit moment wel nog 6 of 8 wachtende, geloof ik. Zoiets. Dus ja, ik denk dat ik er volgende week wel aan toe kom. Maar dat ligt er natuurlijk ook aan. Ja, hoeveel aanmeldingen er nog komen. Ik heb nu nog wel een aanbieding tot en met morgen. Normaal vraag ik er €15 voor. En nu 7,50. En voor de vrouwelijke tweelingziel had ik nog kaart getrokken voor Bachbloesems. Die maak ik zelf ook. Want naast dat ik bezig ben met ja, tarot, ben ik bijvoorbeeld ook natuurvoedingsadviseur en trainer Hormoonfactor. Daar heb ik hiervoor wel een tijd mee gewerkt. Alleen ik vond dit op den duur leuker. Dus ik heb dat iets op een lager pitje gezet, zodat ik dit kan ontwikkelen. En ja, gewoon kan doen waar mijn hart ligt, wat mijn passie is, zeg maar. Maar de Bach Bloesems, die maak ik ook nog wel regelmatig voor mensen. En ja, ik moet zeggen dat ik het zelf ook wel vaak gebruik. En ja, het heeft voor mij ook echt gewoon een. Ja, ik vind dat het heel positief werkt, vooral bij gevoelige of hooggevoelige mensen. Ook om jezelf beter te beschermen. Ik denk voor hooggevoelige mensen voelt het soms een beetje alsof je een soort beschermlaagje mist en alles komt hard binnen. En veel lichtwerkers of tweelingzielen die zullen dat vast herkennen. Nou is de een natuurlijk gevoeliger dan de ander, maar
Ik vond deze kaart wel heel mooi en ik denk dat heel veel mensen er ook herkenning in vinden. Ik had hem trouwens wel gewoon eruit geschud, dus ik heb het niet gewoon uitgezocht of zo. Maar ik heb wel het idee dat er heel veel herkenning in te vinden valt voor veel mensen. Dus ik kan een flesje Bach Bloesems voor je samenstellen. En dan heb je dus niet alleen deze Bach Bloesem erin, die ik nu op het kaartje heb. Maar dan kijk ik gewoon precies wat jij nodig hebt. Aan de hand van bepaalde vragen of aan de hand van het verhaal wat je naar mij toe stuurt, zeg maar. Eén flesje is €20 inclusief verzendkosten. En twee is €30 inclusief verzendkosten. Je kan dus direct twee flesjes voor jezelf doen, maar je kan ook voor jezelf en voor een ander doen. Het is ook heel goed voor dieren of kinderen. Ik gebruik het zelf ook wel voor mijn hondje. En ik heb ook wel een aantal positieve recensies gehad, ook bij niet alleen bij honden, maar ook bij paarden. Dus dat is wel echt heel leuk. Mocht je dat willen, benader mij dan even via mijn e-mailadres of via Facebook. Of mocht je die tweelingziel of soulmate reading willen aanvragen, dan kan dat ook via Facebook of via mijn e-mail. Het is deze, de Wild Oat. En ik ga hem even voorlezen. Het heeft te maken met je roeping. En er staat bij van zoeken tot vinden. Het heeft te maken met een bepaalde onzekerheid. En de kenmerken zijn veel talenten, maar weet niet wat hij of zij wil. Heeft een uitgesproken karakter en wil graag iets heel bijzonders bereiken, maar wat? Dat is dus de vraag. Mist een doel. Ongelukkig, ontevreden, verveeld en gefrustreerd. Altijd op zoek, maar bereikt geen doel. Begint aan veel dingen, maar maakt ze niet af. Versnippert zijn energie over te veel dingen, want hij kan niet kiezen. Kruispunt in zijn leven, welke weg moet ik nemen? Teleurgesteld, het leven gaat aan hem voorbij, vindt hij, of zij natuurlijk. De reden, ja, diegene heeft een levendige ondernemingslust en sterke behoefte aan een doel en zingeving. Deze Bach Bloesem geeft rust en dan weet je beter wat je wil. Geeft doelgerichtheid en vastberadenheid om ambities waar te maken. Helpt obstakels uit de weg te ruimen, zodat hij of zij zijn of haar echte bestemming kan vinden. En ja, het heeft dus te maken met het vinden van je levensdoel. En herken jezelf hierin of heb je het idee dat je wel ondersteuning kan gebruiken voor je gevoeligheid of hooggevoeligheid? Of heb je andere klachten of problemen of wat dan ook? Niks is te raar eigenlijk. Kijk, je moet niet wereldwonderen verwachten, maar bij hooggevoelige mensen werkt het eigenlijk heel snel, aangezien het zeg maar inwerkt op de trilling, ja, frequentie, hoe je het maar wil noemen. Als je daar vragen over hebt, dan kan je me een bericht sturen en leg ik je wat meer erover uit. Maar ja, ik zou zeggen, geef het een kans, probeer het gewoon. Als je intuïtief het gevoel hebt dat het iets voor jou kan betekenen. Ik heb al veel positieve resultaten ermee bereikt bij mezelf en bij anderen. Dus het is wel echt, ja, ik vind het heel fijn. Ja, dat was eigenlijk de reading. En ja, ik hoop echt van jullie te horen op dit moment. Maar laat ook zeker nog even wat horen als je herenigd bent met je tweelingziel. Want ja, daarvoor doe ik toch de readingen voor jullie. Voor mezelf geeft het natuurlijk ook. Ja, dit is voor mij wel eigenlijk mijn levensdoel, zeg maar. Ik snap dat mensen hier veel houvast en steun in vinden in de tarot. Want ik gebruik het zelf ook graag voor veel, ja, voor veel dingen in het leven. Dus ik vind het zelf heel fijn. En ja, nou laat even een reactie achter en tot de volgende keer. En ik hoor graag van jullie.